We zijn op Topsupport. Dat is de sportmedische instelling eigenlijk van het Sint-Anna-ziekenhuis. Het Sint-Anna-ziekenhuis zit in Gelderop, Topsupport zit in Eindhoven. En wat we hier doen is, we zijn hier vandaag en morgen om eigenlijk de hele selectie, de Nederlandse selectie heren en dames, te keuren, medisch te keuren, in aanloop naar het WK Hockey in 2014. De sporter komt binnen, er wordt in eerste instantie een intake gedaan, een uitgebreide intake en een risicoanalyse eigenlijk op papier gedaan. Nou, dan gaan ze mee met een assistente die metingen gaat doen, dus lengte, gewicht, vetpercentage, ogen. Ze gaat kijken naar, wordt bloed afgenomen, en aan om te kijken van zijn er ergens in het ijzergehalte of vitamines die ze tekort komen, ja, waar we dan eigenlijk heel makkelijk kunnen aanvullen. In dit geval doen we de test ook met twee artsen. Dus je hebt Connie van Bentum, de arts van de dames en zelf van de herenlijn die de sporter medisch nakijkt. Connie is huisarts, dus haar expertise ligt meer inderdaad op het keel, neus, oog, oor, hart-longen verhaal. Dus dat kijkt zij naar. En ik ben orthopedisch chirurg en kijk dus meer naar het bewegingsapparaat. En dan de laatste stap is een inspanningstest. Dat wil zeggen dat ze een hartfilmpje gemaakt wordt en dan op een fiets zo diep mogelijk moeten gaan. En daarmee kun je zien wat doet het hart als je heel diep moet gaan. En daarmee kun je kijken of het allemaal goed gaat. Ja. Het is allemaal goed voor het komende jaar, voor het WK. Een medische test te doen om alle mogelijke dingen uit te sluiten. En als er nog wat verbeteringen dan wel qua vitamines en alles mogelijk is. Om daar ook de percentage winst te kunnen boeken. Zo afzien. Veel mensen komen hier gewoon om te kijken hoe het functioneert en daar gaat het bij ons natuurlijk ook om. Maar je ziet toch dat lijstje liggen, dus je hebt toch nog wel de drive van wat heeft de rest gedaan, ga je even kijken. Dus daar denk je ook aan thuis fietsen, moet ik zeggen. Maar dat is alleen maar goed. Dus dat is leuk en alles doet het in ieder geval. En ik leef nog. Als het in orde is, dat het fijn is om te weten, denk ik. En niet alleen voor jezelf, maar ik denk ook voor de medische begeleiding en ook voor de technische staf. Dat je dit pakket van het topsport zijn, gewoon het gezond zijn, dat je dat in ieder geval covert. En dat je kijkt hoe je daarvoor staat. En je vraagt toch veel van je lichaam, dus ik denk dat ook dat het jaarlijks is, denk ik goed. We kunnen genoeg voorbeelden uit de sport opnoemen waarin ongelukken gebeurd zijn op dit vlak. En dat je dan achteraf, als we zo'n test hadden, hadden we misschien nog tijd. Dus dat soort dingen sluit je nu uit en dat is fijn. Dus dat is goed. Ook al is het derde kerstdag.